Dames en heren, hartelijk welkom. Het is ongeveer 9 uur. Dat is het moment waarop wij met een vergadering van de Raad van de Gemeente Ommen een aanvang zouden nemen. Hartelijk welkom aan de leden van de Raad. Fijn dat er zo'n overweldigende belangstelling op de publieke tribune is vanavond. Ik kan u allemaal met naam en toenaam welkom heten. Het is misschien voor de analen van het verslag wel mooi, maar ik zal het achterwege laten. De kijkers thuis heet ik ook van harte welkom. Wij zullen een korte vergadering tegemoet gaan, verwacht ik. Maar we gaan het met elkaar beleven. Ik heb bericht van verhindering van de heer De Jonge van de VOV-fractie. En datzelfde geldt voor wethouder Ter Kurst. Dan kom ik bij de vaststelling van de agenda. Kunt u hiermee instemmen? Eerste keer. Kom ik bij het vragenhalfuur. Daar heeft zich niemand voor gemeld. Dus dat kunnen wij passeren. Dan hebben we het verslag van 16 juni jongstleden. Daar heeft niemand zich voor gemeld. Dus ik ga ervan uit dat we dit vast kunnen stellen. Dat is de tweede keer. Kom ik bij de ingekomen stukken en de lijst voor de raadsvergadering van vandaag. Heeft iemand daar een opmerking bij? Dan neemt hij die ook voor kennisgeving aan. Dan kom ik bij de mededelingen vanuit het college. Wethouder Schelen heeft een tweetal mededelingen. U mag het daarom. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad twee korte mededelingen. Ik heb tijdens de raadscommissie al aandacht gevraagd voor het convenant actief samenwerken aan de integrale zorg en ondersteuning dichtbij. Dat betreft een convenant wat een achttal gemeenten in deze regio hebben afgesloten met Zilveren Kruis Achmea over een concreet werkprogramma, een werkagenda voor de komende jaren om integraal te werken op het gebied van met name ook ouderenzorg en zorg aan de psychiatrie. Ik denk dat dat een uitstekende beweging is en ik zal uiteraard de informatie ook aan de Raad doen toekomen. Tweede mededeling betreft het vervoer. Gisteren is definitief geworden de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer. Dat heet tegenwoordig maatwerkvervoer, wat in feite het oude WMO was. Daar is een goede aanbesteding geweest. We zijn blij met de kwaliteit en de prijs van vervoersmanager Noord-Nederland. Komende maandag wordt het contract getekend. We hebben ook hele goede afspraken gemaakt over het werkplan wat deze vervoerder zal overhandigen, het actieplan. Wat een interactief proces kan zijn. En onze participatieraad is bereid geweest ook om toe te zeggen dat ze daar actief in gaat participeren. Het vervoerscontract waar we het over hebben gaat over de gemeente Olst, Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Staphorst en Zwarte Waterland. En voor de goede orde, dit is een eerste beweging. En we gaan natuurlijk nog toe naar nieuwe vervoersvormen in een wat grotere aanbesteding. Maar daar gaan we dit najaar breder over praten. En ik heb ook aangegeven dat we daar in deze raad ook nog verder over van gedachten zullen wisselen. Tot zover. Dank u wel. Dan kom ik bij de hamerstukken. Dat begint met de herbenoeming van de leden van de Rekenkamercommissie van de gemeente Ommen. De huidige voorzitter en leden zijn op 4 juli 2013 door uw raad benoemd voor een periode van 3 jaar. Dat betekent dat deze termijn afloopt. Er kan nog een sprake zijn van de herbenoeming van een drietal jaren. De huidige leden en de voorzitter hebben te kennen gegeven graag in aanmerking te komen voor een tweede periode. Daarover heeft overleg plaatsgehad met de commissie en het presidium. En u wordt voorgesteld om in te stemmen met de herbenoeming. Mag ik dat bij hamerslag doen of heeft iemand daartegen bezwaar dan wel een opmerking? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn niet tegen het voorstel. Integendeel, we zijn blij met het voorstel. We zijn blij dat de commissieleden zich willen laten herbenoemen. Dus wij juichen dat met grote instemming toe. Dank u wel. Dat was een stemverklaring. Als anderen dat ook nog willen. En anders denk ik dat u zich misschien bij de vreugdevolle woorden van de heer Bongers kunt aansluiten. Dat is het geval. Dan bent u unaniem overgaan tot herbenoeming. En wij zullen inderdaad de leden daarvan in kennis stellen en hen de felicitaties en warme woorden van de heer Bongers namens u allen overbrengen. Dat voorkomt namelijk dat we gebruik hoeven te maken van agenda punt 7, het agressieprotocol.
college en raadsleden van de gemeente Ommen. Waarvan wordt gesteld dat het belangrijk is dat we met elkaar in gesprek zijn over veiligheid. In het agressieprotocol wordt al kort beschreven wat er zou moeten gebeuren. Daarna gaat het over schadeverhaal en nazorg. Dat is een norm waaraan onze inwoners zich moeten houden. En voorstelt waarom we het agressieprotocol vaststellen in de hoop en verwachting dat we het niet hoeven te gebruiken. Daar kunt u ook mee instemmen. Dan heeft u ook het agressieprotocol vastgesteld. En dan kom ik bij de sluiting van deze vergadering. En dan hebben we dat in maar liefst 4 minuten gedaan. Dank u wel.